vous ne connaissez pas l'immigration. La base de l'immigration, elle est basée sur la nature. Même les animaux sont des immigrants. Ik wilde een film maken over wat het is als je je huis kwijtraakt. Het eerste wat mij opviel, dit moment zit zelfs in de film, dat hij beklaagde zich niet. Want dat was natuurlijk het laatste wat ik wilde, om een film over een zielige asielzoeker te maken. Als muzikant schreef Syriac in die voorkust een maatschappijkritisch lied dat ervoor zorgde dat zijn vader door het leger werd vermoord. Zelf moest hij vluchten. Syriac woont inmiddels met een deel van zijn lotgenoten in het vluchtkantoor in West. Hoe was het om 2 jaar lang deze man achter je aan te hebben? Beaucoup catastrophe, beaucoup de tension, beaucoup de souffrance surtout. Si cela est possible à mon égard, j'aimerais avoir un avocat international. Tu veux dire que si moi je peux payer le salaire de un avocat international. Wat natuurlijk gaandeweg een rol begon te spelen, is dat ik natuurlijk een van de vele Nederlanders was die een helpende hand wilde toesteken. Maar dat ik gaandeweg begon te merken dat mijn rol daarin beperkt was. Geen directe boodschap. Wel een kijk op de relatie tussen hulpverleners en asielzoekers. De situatie is soms uitzichtloos, maar Syriac denkt dat alle gebeurtenissen een reden hebben. Notre rencontre, c'est pas du hasard. J'ai toujours l'espoir. Le pourquoi? Dieu, même à la dernière seconde, Dieu a toujours des surprises. J'ai toujours espoir. Et à travers ce film aussi, je pense qu'il y a aussi espoir aussi.